Ik sta hier in het filmmuseum met Jan van der Brink, conservator van het filmmuseum. Hallo. Goedemorgen. Hoe lang bestaat het filmmuseum? Het filmmuseum heeft afgelopen jaar in november het 60-jarig jubileum gevierd. Dus we zijn bezig met ons 61ste jaar. En in het filmmuseum zijn natuurlijk films te zien, maar er is nog meer te zien. Ja, we proberen regelmatig door middel van tentoonstellingen ook aandacht te besteden aan de filmgeschiedenis. Zeker zoals je nu kunt zien met Romy Schneider is dat een hele mooie twee-eenheid. Een filmprogramma en een tentoonstelling over één ster. Wie was Romy Schneider? Romy Schneider behoort denk ik tot de top van de actrices van de vorige eeuw. En misschien eigenlijk ook nu nog wel, want je merkt aan dit retrospectief dat ze natuurlijk nog steeds als het ware leeft bij een heel groot gedeelte van het filmpubliek. Ik denk dat zij een uitzonderlijk begenadigde actrice is geweest, die helaas maar 43 jaar is geworden. Onsterfelijk beroemd geworden met de Sissy-films. Maar eigenlijk had ze veel meer in huis dan dat. En dat is vooral gebleken in de films die ze in de jaren 60 en 70 in Frankrijk heeft gemaakt. Waarom is ze verhuisd naar Frankrijk? Eigenlijk omdat ze min of meer is weggevlucht uit Duitsland na de derde Sissy-film. Er zat eigenlijk na Sissy 1 al geen zin meer in dat rolmodel wat daar natuurlijk helemaal werd vastgelegd. Ze heeft zelfs gezegd van Sissy dat kleeft aan mij als havenmoutpap. Ze is toch nog verleid door haar moeder Magda Schneider en haar stiefvader om deel 2 en deel 3 voor veel geld op te nemen. Maar deel 4 heeft ze niet meer gedaan. Daar heeft ze zelfs een aanbod van 1 miljoen D-mark voor geweigerd. En toen is ze met Alain Delon naar Parijs gevlucht min of meer. Alain Delon was haar verloofde. Het is nooit tot een huwelijk gekomen, tot groot verdriet van Romy. Maar Alain Delon heeft haar wel in contact gebracht met de Parijse scene, zou je kunnen zeggen. Met grote regisseurs, met andere collega-acteurs. En vooral met Lucino Visconti, de grote Italiaanse regisseur. Die wel wat in haar zag. En Visconti heeft ervoor gezorgd dat ze eigenlijk het vak van actrice echt van de basis af geleerd heeft. Die heeft haar op toneel gezet in Parijs. Daar heeft ze gespeeld in twee stukken die lang op tournee zijn geweest. En dat is eigenlijk haar belangrijkste leerschool misschien wel geweest. Bovendien heeft Visconti haar tot een vrouw van de wereld gemaakt. Die stuurde haar vervolgens naar Chanel toe om haar echt mooi te laten kleden. Ook voor de film die met haar gemaakt heeft, Boccaccio 70. En dat was eigenlijk de poort naar een heel andere wereld voor Romy. En ja, eigenlijk wilde ze van dat moment af aan ook niks anders meer dan natuurlijk serieus genomen worden als actrice. Alles schnebelt früh und spät. Ja, das ist der Frühling. Jeder Mann auf Brautschau geht, wenn die Sonne lacht. Jeder Ochs, jede Kuh macht verliebt und zärtlich Mut. Alles quietscht, alles beißt. Alles zwitschert, piepst und schnalzt. In 1976 en 1979 de César gewonnen. Dat is zeg maar de Franse Oscar voor de beste actrice. En toevallig of niet zo toevallig zijn die César's ook hier in de tentoonstelling te zien. Eigenlijk was ze een beetje een verbeten vrouw. Hoe kwam dat? Ja, verbeten weet ik niet. Ik denk dat ze vooral privé heel ongelukkig is geweest. Het is natuurlijk heel tragisch wat er in haar persoonlijk leven allemaal is gebeurd. Hè? Want ze is natuurlijk een aantal keer gescheiden. Ex-man heeft zelfmoord gepleegd. Ze is haar zoon verloren door een afschuwelijk ongeluk. Ze is zelf verslaafd geweest aan medicijnen, aan alcohol. Ze is geopereerd geweest aan een nier. Noem maar op. Het houdt niet op. Het is eigenlijk al heel vroeg begonnen natuurlijk. Met ook een, denk ik, niet zo'n gelukkige jeugd. Haar moeder was actrice. Haar vader ook. Die hebben haar gewoon op een kostschool en op een internaat gedaan. Dus ze heeft eigenlijk helemaal geen gelukkig gezinsleven gehad. En is op haar 14e van school afgehaald om te gaan spelen in films. En dus ook haar school heeft ze niet af kunnen maken. Merci, mon petit, auf Wiedersehen. Die Zeit
dir war wunderschön. Noch ein Gruß, noch ein Kuss, noch ein Blick. Und ich lass dir mein Herz hier zurück. Merci, mon petit, die Melodie vom Glück mit dir. Wat in deze tentoonstelling bent u nou het meeste trots op wat hier hangt? Oeh, is moeilijk. Is bijna een gewetensvraag. Want ik ben heel trots op de foto's die ik van een aantal internationale fotografen hier heb hangen. Waarvan het meeste gewoon niet eerder in Nederland te zien is geweest. Dat zijn echt verschillende mensen als Werner Bokelberg, beroemde Duitse fotograaf. Ce soir nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre. Robert Lebec, die haar heel intiem heeft gekend en misschien wel de mooiste foto's ooit van haar heeft gemaakt. Le soleil n'y entrera plus. Tu ne m'aimes plus. Là-haut. Ook de foto's van Dennis Stock, die haar in 1958 al bij haar eerste bezoek aan Amerika fotografeert, vind ik heel erg mooi. Ja, het is heel bijzonder om, laten we zeggen, het materiaal van zo'n beroepsverzamelaar als Guido Neumann te zien, hè, die de meest krankzinnige dingen heeft verzameld, hè, tot aan sigarenbandjes en luciferdoosjes uit Nederland uit de jaren 50 aan toe. Ja, een ander pronkstuk van de tentoonstelling waar ik heel trots op ben, dat zijn natuurlijk toch uiteindelijk wel de drie Sissy-kostuums die hier te zien zijn. Dat zijn originele Sissy-kostuums, twee jurken en een ruitenkostuum. En ja, dat is toch wel heel bijzonder om je te realiseren dat Romy Schneider die aan heeft gehad. En ja, die kostuums die zijn eigenlijk toch de tastbare herinnering aan de Sissy-films die haar bij een miljoenenpubliek bekend hebben gemaakt. Ja, man verliebt zich. So leicht, wenn die Nachtigall singt, wenn die Nachtigall singt im Mai. Und man ergibt sich so leicht, wenn die Geige erklingt, denn die Geige erklingt für uns zwei. Darum. Hartstikke bedankt voor dit interview. Graag gedaan.